Welkom bij Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik ben hier weer met Wijnand Luitjes. Yes. En uh, onze gast van vandaag, um, nou, we, we hebben weer een speciale gast, dat uh, ten eerste. En onze gast van vandaag die zich al jaren in de tech en startup wereld. In zijn rode pak staat tegen geregeld te pesten woord als het gaat om bitcoin en blockchain en cryptocurrencies. Daarnaast organiseert hij de Dag van de Crypto. En de Blockchain Innovation Conference. En dit zijn beide vrij grote events in de Nederlandse crypto scene. Ik heb het over Vincent Everts. Vincent, leuk dat je er bent. Welkom. Nou, ik vind het een hele eer om hier gewoon s'avonds nog bij jullie ja. aanwezig te zijn. Dat is echt uh, fantastisch. Ja, ja, we zijn uh, iets later dan, uh, dan normaal. Normaal staan we hier om vijf. Nu. Uh, wat is het? Kwart voor negen. Het <laughs> is een, een latetje, maar we gaan er alsnog Ik ben een leuke. We bieden jullie flexibiliteit. <laughs> ja, wij ook van jou natuurlijk. Ja, en we gaan er gewoon een knaller van maken. Ja, wij waren ook vrij laat met, met de uitnodiging. Dus we zijn allemaal, de omstandigheden waren wat lastig, maar we zijn er allemaal. En uh, we gaan er weer een leuke, leuke aflevering van maken. Ja, kan jij misschien kort iets over jezelf uh, vertellen, buiten de, wat we in de intro al hebben gezegd? Ja, ik ben iemand met brede belangstelling. Dus ik, uh, ik bedoel, ik heb natuurkunde gestudeerd, politicologie, economie en bedrijfskunde. Daarna heb ik een stuk of vier bedrijven opgericht, uh, vooral in software. Ik heb industriële software gemaakt, document management, uh, CRM. Allemaal bedrijven waarbij ik begin van nul en dan ga ik naar vijftig. En dan doe ik vijf jaar over en dan begin ik weer overnieuw. Dus ik heb vier, ja. vijf bedrijven. Sommigen kennen mij van Media Plaza. Daar heb ik toen eindeloos uh, heel Nederland verteld over de opkomst van het internet. En wat ze daar alle raden van bestuur en koninginnen en toestanden, hoe ze daar nou eigenlijk mee om moesten gaan. Dus uh, dat, ik ben altijd met nieuwe technologie bezig om daar iets mee te doen. En ik ben wel een beetje een softwarejongen, maar ik hou ook al heel erg van uh, politiek. Dus ja. ik, uh, ik hou ervan hoe de wereld is ingericht, wie de macht heeft, hoe dat verandert. En, uh, en, dat, en ik vind het eindeloos leuk om daar gewoon over te vertellen. Dus ik kan gewoon uh, heel enthousiast hetzelfde verhaal uh, vaak vertellen. En kort en krachtig. En dat willen ze ook altijd in de media. Dus dat je een complex verhaal eventjes in drie minuten samenvat. En dat is ook een van mijn dingen die ik graag doe. En wat ik ook wel kan. Ja. Dus ik uh, ben. Uh, ja, ik. ik en en de, 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 die, hele, die hele. Elke keer is er weer een nieuwe wave van nieuw spul wat komt. Hè? Dus ik ben inderdaad begonnen met. Uh, met de pc en toen netwerken en toen client server en toen kwam internet en toen kwam mobiel en toen kwam big data en toen kwam ook gewoon uh, zeg maar Satoshi om de hoek uh, kijken in, uh, in 2011 ongeveer. En toen heb ik het volkomen genegeerd, want toen zei Ronald van Woensel, die zei, dit is echt hele mooie technologie, moet je kijken. En ik zei, ach ja, dat, die uh, TV John met zijn digicast, dat ken ik allemaal wel, heb ik, dat werd ook nooit wat. En toen uh, was het 7 cent, de keer daarna dat hij erover sprak. Zei ja, het is, echt, het is echt heel belangrijk. Ga het gaat heel goed. Met. Het is nu 7 euro. En dat heb ik 100 gekocht. En uh, dat was 2000. 12 of zo. En toen, uh, en toen was het, ging het dus helemaal erg omhoog naar 2013. Toen uh, werden ze 700 euro. En toen heb ik ze allemaal verkocht en toen heb ik er een Tesla van gekocht. Ja, ja dan ja. zien we je genoeg op je social media inderdaad. Het uh, was waardeloos. Dat is echt zo dom. Ik had dat stomme ouderwetse gewoon euro geld liggen. En dan ga ik daar mijn bitcoins voor gebruiken dus uh. dus de duurste auto ever. Dus dat heb ik, <laughs> toen heb ik ook gewoon gezien: van ja, ik kan het ook echt niet voorspellen. En ik, uh, ik weet ook echt niet waar het heen gaat. En dat weet ik zo langzamerhand wel. Ik zit zo lang in techniek dat het heel moeilijk is om het tempo te ver en de richting überhaupt te voorspellen. Sommige dingen worden een groot succes, andere niet. Ja. Ik ben er alleen maar al, altijd geïnteresseerd in. Maar hangt ook de hele huis dan vol apparaat aan de wifi of hoe moet ik me wel voorstellen? Mm, dat... Ja, ik heb inderdaad een ongelofelijke bak aan apparatuur die daar <laughs> allemaal hangt en waarvan de helft werkt. En mijn vrouw <laughs> zeker niet weet hoe het werkt en die er ongelooflijk <laughs> van baalt. Dus overal hangen gewoon thermostaten of alarmsystemen of... Uh, Domotica uh. of uh, nou ja, inderdaad, uh, ik rij al jarenlang, al sinds 2011 elektrisch. En ik ben dus heel erg bezig met ook zelfrijdende auto's, ja. waarbij ik dan ook inderdaad voor zorg dat die niet elke 20 seconden vraagt of je uh, je stuur wil vasthouden. Maar dan hang ik er een flesje aan en dan kan ik gewoon lekker naar de andere kant ik, van het ik, land ik, ik had rijden. Ik had gehoord dat je de, de eerste in Nederland was die een boete heeft gekregen omdat je de autopilot... Uh... Nee, ik ben, iedereen krijgt gewoon natuurlijk voortdurend uh, uh, bekeuringen omdat ja. ze gewoon de telefoon vasthouden. Maar ik heb het aangevochten. Dus ik heb gezegd, jongens... Ik rij met mijn autopilot veel en veel veiliger dan mensen met een smartphone. Ja. En ik heb ook allemaal rapporten om dat te bewijzen. Ik ga volgende week donderdag ga ik naar uh, Utrecht toe. Dan moet ik om negen uur moet ik tegen de rechter bewijzen: uh, zeggen dat ik die boete niet wil betalen, omdat ik eigenlijk vond dat ik heel erg veilig rijd. En dan heb ik een juridische, juridische verantwoording, die heb ik gezegd, die auto die rijdt, ik ben verantwoordelijk, maar die auto die rijdt, ik ben niet de bestuurder, ik ben wel verantwoordelijk. Net als een rijinstructeur. En een rijinstructeur mag ook met een mobiele telefoon werken, dus ik ook. En ja. dat ga ik dus aanbieden, en dan gaat hij natuurlijk zeggen dat dat niet mag, maar dan heb ik wel allemaal rapporten die dat bewijzen. Dus ik vind het ook wel leuk om een beetje te spelen als nieuwe technologie nog niet geaccepteerd is. Nou, en als je met crypto, dan kun je er inderdaad ontzettend veel lol uh, van hebben met, dit, uh, met deze business. Ja, ik zag, ik zag ook nog wel een ander interessant, um, um, ja, interessant interview. Daar werd eigenlijk aan jou gevraagd of de, tegen jou gezegd van dat je de grootste nerd van het land uh, zou zijn. En daar zei jij: Ik ben niet de grootste nerd. Uh, ik spreek alleen met de grootste nerds van het land en daarbuiten. Ja. ja, dat vond ik een hele interessante, interessante quote. Hoe. hoe... Ja, hoe zit dat precies? Nou ja, ik weet zelf helemaal niet zoveel. Ik heb ooit dus een beetje geprogrammeerd. En, uh, weet je wel, maar eigenlijk toen dat met Pascal, uh, Turbo Pascal... Vond ik, toen het C++ werd, ben ik afgehaakt. Dus ik heb eigenlijk gewoon toen niet meer begrepen hoe het werkt. Maar ik kan wel aardig praten met mensen. En dan probeer ik net zo lang vragen te stellen... totdat ik begrijp hoe het zit. Ja. In ieder geval op een bepaald niveau. En dan probeer ik dat zo simpel mogelijk uit te leggen. Dus ik probeer overal mensen te vinden die iets weten... en daar dan, uh, daar dan mee te praten. Nou, en een paar jaar geleden vijf jaar geleden toen, uh, toen begon ik daar ook videootjes van te maken. Ja. Dus, uh, ik, ik, mijn hele ik doe 800 videootjes per jaar en elke keer als er een interessante man is of vrouw, dan interview ik die en dan zet ik die online en dan uh, dus ik heb heel veel mensen die ik gewoon geïnterviewd heb inderdaad van uh, van ook het Bitcoin core team ja. tot en met uh, tot en met met uh, allerlei of of Bitmain de CEO van Bitmain nog ja. een leuk interview online dat je een beetje ziet die jongen van 32 jaar die een van de machtigste mensen is op het gebied van mining en ook met Bitcoin Cash. Nou iedereen die ik interessant vind en dat gaat tegenwoordig. Vroeger had ik daar camera's voor nodig. Ja. Nu gewoon nu ook weer dit wordt weer opgenomen. want Jullie hebben geen video. Nou ik vind het gewoon jammer <laughs> dat je dat niet ziet. Dus ik ja ik hang gewoon mijn uh, ik hang nu gewoon mijn uh, cameraatje of mijn uh, mijn smartphone die zet ik aan. En zo meteen monteer ik dat eronder. Hebben weer video. Ja. Dat is echt heel makkelijk tegenwoordig. Dus ik, uh, ik doe ja, die... het Het staat, het staat genoteerd. Uh, we gaan We, gaan we zeker dit We hebben het er vaak over gehad. Maar zeker met zo'n advise hier aan tafel. Moeten we misschien toch eens... Uh... Ja, ja, ik... ja, je hebt toch een smartphone? Dus die kun je erop hangen. En dan, uh, het, is echt, het is echt vier minuten extra Ja, maar dat ken je Bart niet. Dat mag, kan geen smartphone zijn. Dat moet een uh, 4K Pro uh, ja, ja, uh, ja, camera het zo, zijn. Ja, we zitten in een professionele studio, jongens. Maar dat kunnen jullie nu ook eindelijk eens een keer zien. Want als je gewoon naar youtube.com slash Vincent gaat. Nou, dat staat binnenkort ja. daar. Die, uh, die, die, die enige, de enige dat dat wel de Radio video, die staat er dan. Ja. <laughs> ja, dat vind ik, het altijd leuk. vind ik altijd leuk om als eerste te doen. Nooit om het professioneel te doen, want als het dan echt heel goed moet, dan gaat Bart dat weer veel beter doen. Ik wil het gewoon altijd een beetje simpel doen. Ja, dan ben je inderdaad wel, wel sneller. Dat is zeker waar. Um, we hebben altijd een paar stellingen uh, die we aan de gast voorleggen. Ja. en Dat hebben we ook deze week. Um, begin jij bijna? Uh, ja, laten we wat doen. Satoshi of Italic? Um, ja, ik vind Vitalik toch wel echt wel heel interessant. Omdat ik hem ook echt gewoon meemaak en discussies. En hij is er gewoon echt. Hij, ik, ik vind hem eerlijk, ik vind hem oprecht. Ik vind hem intelligent. Je kunt hem aanraken. Satoshi, of het een man of een vrouw, of een jongen, of een team, of weet ik veel wat is. Um, geen idee. Dus ik vind eigenlijk uh, nou, dat, daar heb ik wel een duidelijke keuze in. Okay. De volgende is uh, Tesla Model X of ja. Tesla Model S. Ja, ik heb ze allebei gehad. Ik, heb nu, ik zou dan eigenlijk een antwoord geven nu Model 3. Want ik heb de model 3 besteld. En ja. daar zit ik eigenlijk op te wachten. En eigenlijk, ik heb het wel een <laughs> beetje gehad met auto's van een ton of meer. Ik wil gewoon auto's hebben die 30.000 euro kosten. En die echt gewoon een, die, die voor veel mensen te gebruiken zijn. En ja. en mijn doel is dat we van 8,5 miljoen plofauto's gaan naar 2 miljoen elektrische zelfrijdende auto's. Die die, die goedkoop zijn, die geen olie gebruiken... en die het veel en veel beter doen dan die 8,5 miljoen auto's... met 10% van de bevolking die er eigenlijk aan werkt. Ja. Dus model 3. Geen model S, model, ik heb nu een model X. De model S is de mooiste. De model X is het leukste met die deuren. En dat zit ook lekker. Maar de model 3 is gewoon ja, vanaf 35.000 euro. En die kan alles. En dat is eigenlijk de interessante auto waar het allemaal om gaat. Ja, daar ja, zit wat in. Staat genoteerd. <laughs> um, ja, de volgende, denk ik. Hè? Een event ja. organiseren. Of een video maken. Of een podcast. Ja, nou ja, ik heb, ik heb dus ook een jaar lang uh, elke week een podcast gedaan. Dat is hartstikke leuk. Hartstikke. Het is wel veel werk om allemaal die mensen weer te regelen en dat vooronderzoek te doen en zo. Dus dat is wel echt leuk. Maar in principe A vind ik het leuk om op het toneel te staan. Dus ik presenteer graag. Ik vind eigenlijk het organiseren van evenementen een heel gedoe. Ik krijg ook hoofdbrekens <laughs> van. En, en af weet je wat, ik kom eigenlijk liever gewoon met mezelf aan, en dat ik dan uh, dat ik dan een zaal gewoon dat ik dan kan presenteren. En dat doe ik dan heel veel mee, met video's en interacties en dat soort dingen. Maar evenementen, ik doe dat twee per jaar en ik vind dat echt meer dan genoeg. Ze nou, zijn en, ook uh, vrij ik, groot, hè, dus ik kan me het wel voorstellen. Ja, maar in ieder geval, dus ook het organiseren. Ik heb eigenlijk een ontzettend broertje dood aan het organiseren. Ik ben ook echt gewoon, ik heb altijd bedrijven gehad van 0 tot 100 man. En uh, boven de 50, dan wordt het altijd zo'n gedoe. Dan heb je managementteams en dan moet je allemaal moet je allemaal processen optuigen. En, ik vind het zo fijn dat ik nou geen bedrijf heb, dat ik geen baas hoef te zijn en dat ik niet gewoon maar aan het einde van de maand hoef waar te kijken of ik weer gewoon een half miljoen heb omgezet en dat ik dan weer dat iedereen bezig betalen. moet houden. Dus ik haat organiseren. Ik ben er ook helemaal niet goed in. Ik vind het veel leuker om verhalen te vertellen. en Laat mij maar gewoon uh, lekker uh, me, myself en I zijn. Nou, dat is mooi. Daarom zit je hier vanavond. Dus dat is ja. eventjes een uurtje relaxen dan. Um, ja, dat waren de, de, de stellingen. Dan doen we altijd even snel onze disclaimer. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Wij zijn bereikbaar via Telegram en Twitter en de links vind je op www.satociaradio.nl deze week gaan we natuurlijk weer het nieuws van de week bespreken. Uh, we doen een korte marktupdate en we hebben het onderwerp van de week natuurlijk in het kader van hè, het tienjarig bestaan van de, de, de White Paper van Bitcoin. Haalt Satoshi de 20 jaar? Daar gaan we het over hebben. Kunnen we nog een keer tien jaar vooruit? Maar we beginnen natuurlijk met het nieuws van de week. Nou, trouwens, voordat we ermee beginnen, wil ik nog wel even een, ja, een shout-out, een compliment geven aan, uh, aan Bitonic en uh, Tom, uh, die in onze groep zit. Um, hij heeft het. Uh, het uh, 10 jaar bestaan van Bitcoin event zeg maar wat Bitonic uh, gisteren georganiseerd heeft. Uh, Simon Simon heeft het georganiseerd dus en Bitonic dus was de sponsor. Bitonic was de sponsor. Simon Simon, dankjewel. Zeker weten. En Bitonic, dankjewel Daan, dankjewel Joke. Ja, en Tom dus, want Tom <laughs> heeft het in onze groep gedeeld en ja. uh, daar was hij vrij vroeg bij. Het was een hartstikke leuk evenement, super veel mensen, hartstikke leuke mensen gesproken, leuk georganiseerd, mooie locatie. Echt, uh, echt top. Het uh, was leuk om die hele community zo bij elkaar te zien uh, in, in één avond. Erg leuk. En dus, uh, ja, nou ja, join de groep. Dat soort dingen worden er gedeeld. En dan had je erbij kunnen zijn. Ja, het was uh, een beetje uh, laat geworden, helaas. Dat ik was ja. al vroeg uit vanochtend. Maar, uh, ik had er even moeite mee. Maar Sorry. het was echt heel leuk. Was, uh, Simon dus, uh, had een leuke speech. de beurs ja. van Bella. En die Simon, ja. wat is zijn achternaam? Maar Simon is van dit historisch financieel uh, genootschap... Die had een briljant verhaal over hoe wij een blockchain hadden in Amsterdam al in 1700. En hoe, de, hoe eigenlijk de toekomst ook van iedereen vond dat, dat de toekomst was geen geld. En de ontkoppeling van macht en geld. Die had een geweldig verhaal. Het is opgenomen. Ik hoop ja. dat het nog uh, publiekelijk beschouwd is Maar hij is echt ook een briljante man. Hij werkte bij de Nederlandse Bank. En op de betaalvereniging. Ik zit helemaal met zijn één been in het, uh, in het oude systeem. En één been in het nieuwe systeem. En ik kan het prachtig met elkaar. Connecteren en en ja, hij had het initiatief genomen. En Betonic had het gewoon uh, geweldig ondersteund. Geboost. Dus we ja. hadden enorm lekker hapjes. We hadden enorm lekker drinken. En we hadden ontzettend leuke mensen. Zeker weten. Simon Lelieveld. Simon, Simon het even jongens. Simon, dankjewel. Wat kun jij toch mooi lullen? Super, <laughs> zeker weten. Goed gedaan. Wijnand, welk, welk nieuwtje heb jij meegenomen? Ja, heel deze kort week? eigenlijk. Het was een gek, gek weekje. Maar ik zag het vandaag in de, ook in de, in de Telegram gepost worden. En dat gaat een beetje over, die, over de counter-deals van Bitcoin. Dus over de counter, dat gaat dan ja, eigenlijk buiten van, de Exchange om. Buiten Exchange face-to-face -face afspreken om enorme bedragen Bitcoins te, te verkopen of te kopen. Dat is al 80% hè, van het volume. Ja, en wat eigenlijk waar we het dus nu aanhaal, het was een artikel was gepubliceerd. Het gaat inderdaad om, om enorme bedragen vaak. En daarom is het heel interessant. Um, is dat er heel veel nieuwe wallets gegenereerd zijn en worden. Maar dat er ook enorme grote bedragen naartoe gaan. Ja. ja, dan begint natuurlijk de markt direct te denken: ja, hoe kan dat? Wie zit er dan achter deze nieuwe wallets? En kan ik dat linken aan institutional investors? Ja, dat is natuurlijk niet set in stone dat dat waar is. Ja. Uh, maar het zou kunnen. Uh, maar ik, ik ben een beetje gaan kijken ja. op uh, bitinfocharts.com. En dat is echt een hele leuke website. Een website die eigenlijk laat zien wat zijn nou de wallets van meerdere coins. Bitcoin, maar ook een hele hoop uh, altcoins. Waar zitten, in welke wallet zit nou de meeste uh, bitcoins? Nou, voor bitcoin is dat de, uh, de, de uh, cold wallet van uh, Bitfinex. En Bitfinex is natuurlijk, hebben we al heel vaak uh, benoemd, uh, redelijk in opspraak. Maar je ziet, als je ja, naar die want, website gaat. Want Bitfinex is de. Dat zou. Uh, de Tether uh, zou gelinkt zijn. Aan ja, zouden dezelfde founders zijn. Ja. Die zouden elkaar gelinkt zijn. En daarom is dat ook zo'n discussie. Uh, maar je hebt hele. Echt superleuke analyses. Dus je kunt de top 100 rijkste Bitcoin-adressen bekijken. En aan de hand daarvan heeft iemand een analyse gedaan. En die heeft wat nieuwe wallets uh, gevonden. Waar dus echt gigantische transacties naartoe zijn gegaan. En hij heeft er vijf op een rijtje gezet, hij of zij. En het gaat om 133.000 bitcoins... die dan dus een hele recente nieuwe wallet zijn gemaakt. Het zou dus een OTC-deal kunnen zijn. Ja. Uh, want bijvoorbeeld de, de laatste transactie... die is van uh, twee weken terug... die is gewoon uh, 350 miljoen dollar. Ja, kijk, ik heb het niet in mijn zak. Ik weet niet <laughs> hoe het Vincent zit, maar <laughs> ik heb het niet. En dat zijn dus die geruchten... wat vreemd, eh, nieuwe wallet, enorme bedragen. Wie kan zo'n transactie betalen? En dat is echt superleuk. Dus ja. die, ik zou zo die, sowieso die web, websites een keer kijken. Dat is echt heel mooi. Ik zie die die charts staan en dan zie je dus inderdaad, nou de marktkapitalisatie weten we wel, maar de ja. transactie laatste 24 uur, dat is Bitcoin Cash, is meer in aantallen dan twee keer zoveel als Bitcoin en ook dezelfde ongeveer als Ethereum. Nou, dat is dan even interessant om te zien hoe dat dan weer zit. En de grootste average transaction die zit in Dogecoin. Dat is echt ook wel van, oké, okay, hoe zit dat nou weer? Uh in Het is dus allemaal echt hele interessante ja, dingen die er elke keer uitkomen. Het is een mooie site. Ja, ik wist niet of je hem al kende, maar ik, ik, ik ken hem eigenlijk niet. Ik, ik had wel eens snaps van gezien, maar nooit dat ik dit ook. dan de bron was. Maar ik vind hem echt, ik, ik heb hem wel een beetje verdiept. En jij klikt door en je klikt door. En Het is echt zo'n onderzoektool, want dit is een middel oh, om alles te volgen. Bitinfocharts.com, echt een aanrader. Ja, ik, ik heb hem al eerder gezien en ik moet hem nu weer in mijn favorites erbij gaan plakken. En wat ook leuk is, Vincent, om in je favorites te zetten, is dan een, een hele bekende Twitterbot. Dat is de Bitcoin bot. Um, die kun je volgen en eigenlijk die monitort de blockchain continu van Bitcoin en kijkt naar hele grote movements. Uh, dus dit soort bedragen, hè, dus ik zie hier ook een, een movement van 72 miljoen dollar. Nou, het kan heel bijzonder zijn, maar in dat kleine half uurtje dat ik net even dit nog verder heb verdiept, had ik binnen no time nieuwe wallets uh, gevonden met ook enorme ja. transacties. Even, even, even ja. voor de duidelijkheid, die, uh, uh, die Bitcoin-blockbot, dat is het btc blockbot. Uh, als je dus Bitcoin Blokbot in, uh, invult op Twitter, dan vind je hem niet. Het oh ja. oh, ja. ja. BTC, BTC Blokbot. Um, maar wat ik grappig vind, ik heb het artikel ook gelezen... want dat was, uh, was gisteren werd het op verschillende plekken gepost... Ja. maar het wessel het uiteindelijk ook nog uh, in onze groep uh, gegooid... Ja, van via eigen, zijn eigen, ja. eigen, eigen, um, eigen magazine. En ik vond het wel grappig, want uh, er werd in het artikel... al vrij snel um, naartoe gewerkt van... Uh, Eigenlijk de enige feiten die we hebben is dat er enorme bedragen of enorme uh, hoeveelheden bitcoin van een oude wallet naar een net nieuw aangemaakte wallet ja. zijn gegaan. Ja. Dat is het enige wat we hebben. En de dingen die ik daarna lees is dat het uh, institution investors zouden zijn, dat het om uh, OTC-deals zouden gaan dat er sowieso verkocht of aangekocht werd. En eigenlijk het, een, het zou ook kunnen dat één iemand uh, die heel veel bitcoins heeft het naar een nieuwe wallet van zichzelf aanmaakt. Kan ook. Of, daar zaten wij net tijdens het eten over te praten. Dat zou ook nog kunnen. Wat nou, als je een paar whales hebt, een paar Bitcoin whales, die eigenlijk dit in scène hebben gezet om De rest ja. te laten denken dat de institutional investors aan het kopen zijn in de OTC-markt, ja, dat moet je wel allemaal. Vinden. Dan krijg je wel weer van die, die conspiracy thinking, maar ja, ik moet wel... zeggen, dit is wel echt: het is 5000 uh, bitcoin, 34.000 bitcoin. Zeg gewoon van ja, maar ze zijn echt ongelooflijk. 30.000 bitcoin, 102, Het is echt ongelooflijke bedragen. Ja. Die er gewoon het is wel heel leuk om die uh, om die Twitter gewoon even doorheen te fietsen. Een ja, mooie, ja. mooie tweet. En wat ze ook doen, die halving komt eraan dat tweet hij ook. Maar kijk, ik heb nu even snel de wallet van uh, Bitcoin. Finex, die ik net benoemde, er staat 136.000 bitcoins op. Ja, dat is uh, dat is, dat is een lekker bedrag, natuurlijk. En dat Dan is een, een ook om mee ondersteunen. Ja, 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 ja maar, maar als dus één zo'n wallet waarvan we niet weten van wie die is, weet ik veel. 55.000, dat is dus de helft van, van ja. wat zo'n enorme exchange ja. heeft staan. Dat ja. is niet normaal als dus dat, dat één iemand is. Het zijn dus ook transfers die bizar zijn, maar ik weet zeker als we een beetje gaan graven dat die bot het ook al lang had gepost. Dus het is natuurlijk wel leuk dat iemand het onderzoek doet en op een rijtje een soort theorie achter verzint en er zal iets van waar zijn en er zal een deel niet van waar ja, zijn maar het, uh, we zullen het niet weten we het niet want dat is OTC. En dat kost dan 20 cent hè, om die uh, 28.000, ja. 29. 29.000 ja, bitcoin's te to move van een naar ja. de andere. Ja. ja nou daar heb je je use case. <laughs> ja dat hadden wij ook toen toen die uh, ICO mania er nog was ja. en hebben we hebben ook dat wel eens dat soort we hebben ook weet ik veel 200.000 eaters naar een, naar een ICO gestuurd in de pre-sale. Ja dat was dan ook 10 cent. Ja. 5 cent of ja. zo. Dat, was, dat, 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 is, dat is het mooie. Je, het werkt ook de andere kant op natuurlijk. Op het moment dat het netwerk helemaal vol zit. Dan zit dat duur. Ja, dan betaal je 20 euro voor een transactie van 10 cent. Hè. Ja. Dat, dat hebben we ook gezien. Ja, maar, dat heb ik ook um... gehad. Dat ik gewoon mensen gewoon uh, 3 euro gaf voor een biertje. En later zag ik dat ik nog 20 euro betaalde voor. De... <lacht> <lacht> Tot... <lacht> ik, iedereen die ik altijd tegenkom, en die vraag ik, dan zeg ik altijd van: oh, je pakt die Jakse wallet. En dan, ik, ik, dan, dan geef ik vijf of tien mensen. geef ik. Uh, Geef dan even gewoon wat geld. Ja. Maar inderdaad, uh, af en toe dan doe ik tegenwoordig maar een Litecoin. <laughs> <Ja>, Hoewel, <laughs> nu kan ik het weer gewoon in Bitcoin doen. En echt... ja, nu, nu gaat ja, het nu weer prima. Ja. ja, of Ik hey, Kennen jullie trouwens uh, wat ik een hele leuke website vind? Lekker makkelijk. Is uh, coin360.io. En dat is echt een fantastische website om naar te kijken. Want daar zie je in één openslag de hele coinwereld. Uh, zie je A aan ja, de grootte klopt. van de blokken. Ja. Zie je hoe groot die is. Dus BTC is bijna oh, de helft van de, ja, de grootte. Ja, ja, ja. En dan Ethereum. En dan zie je precies uh, hoe, of ze rood of groen zijn. En je kunt erop klikken en dan kun je meteen kijken per maand, per jaar. Dus het is in één keer zie je de hele coinwereld in verhouding. Vind ik ja. een heerlijke website. Ja, klopt. Ik zie hem op Twitter. Um, Twitter uh, vaak redelijk wat screenshots hiervan ja. langs. Inderdaad, een uh, mooi, uh, mooi overzicht. Maar je kunt ook doorklikken, dat is lekker. Ja, het is vandaag allemaal groen, dus dat, ja, dat, uh, dat ziet er, dat ziet er goed uit inderdaad. Ja. Um, Vincent, jij bent, um, hebt ook een nieuwtje mee en dat gaat volgens mij over het CC Forum. Wat, um, wat is dat? Wat heb je daar gedaan? Wat heb je daar gezien, gehoord? Ja, daar wil ik best over zeggen, maar ik zou als nieuwtje zou ik Bitcoin Cash gaan behandelen. Ja? En uh, dus ik vind, uh, zeg maar waar ik het over moet hebben. Nee, ja, mag van mij bij. Ik heb hier opgeschreven dat, ja. dat je daar ook met Bitcoin Cash mensen hebt gesproken. Nee, um, nee, nee, nee Dan nee, heb nee, ik dat nee, fout, nee, fout nee. gehoord. Ik ga het even over Bitcoin Cash hebben. Ja, vertel. Want afgelopen weekend was er op zaterdag en zondag was er de eerste Bitcoin Cash hackathon dat in was Europa. Ja. En dat was bij uh, uh, Rockstart. Die uh, verhuisd is van de binnenstad, trouwens, nou, vlakbij mijn huis, bij uh, Sloten daar in de buurt. En daar zaten echt een hele bunch uh, super enthousiaste Bitcoin Cash-mensen. Die eigenlijk heilig van overtuigd zijn dat Bitcoin Core, dat die eigenlijk gewoon uh, ja, de, de, de visie voorkomen heeft verspild. En dat Bitcoin Cash, daar, daar, he, daar heb je 32 megabytes blocks. En je kunt, uh, je hebt, je kunt uh, miljoenen transacties doen. En ze kosten gewoon een paar cent per stuk. Ze zijn meteen klaar. En ze hebben allemaal nieuwe features. En die zijn ervan overtuigd dat zij de dragers zijn van, uh, van de Bitcoin, uh, Bitcoin gedachten. En uh, daar kwam ik allerlei leuke mensen tegen. Dus uh, bijvoorbeeld uh, ik kwam de, 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 de Gabriel, um, Gabriel Cardana tegen. Die is de senior developer van Bitcoin Cash. Dat is de Franse man die in het Franse platteland dat ding zit te, te programmeren en alle mensen bij elkaar zit te halen. Daar heb ik een leuk interviewtje mee uh, gemaakt. Vervolgens uh, ook een andere jongen die heet Amaray Sejet. En dat is de lead developer van Bitcoin.com. Dus die van Roger, Roger Verge, ja, zeg maar. Ja. Die, die daarna naar Engeland kwam, naar de conferentie waar ik dus kwam. En ja, dat is gewoon allemaal teams die bezig waren om, om, om eigenlijk... De, de, het grote geloof te hebben dat Bitcoin Cash het betalingssysteem van de toekomst gaat worden. Hoeveel, mensen, ik... hoeveel mensen moet ik, uh, hoeveel mensen waren daar? Dan? Nou, ja, dit was dan Amsterdam en dit was de eerste. Dus er waren denk ik honderd man of zo. Hmm. En uh, allemaal video's staan er online. Dus je kunt allemaal zien van uh, de, wie er is en, uh, en, en, en wat ze dan anders vinden. En wat voor features ze hebben. En dat ze elk half jaar een hard fork doen. Elk mm -hmm. half jaar, punt gewoon. Dus altijd met grote veranderingen. Elk half jaar is er gewoon een hard fork. Dat hebben ze gewoon ingebouwd, waardoor ze grote veranderingen kunnen doorvoeren. En dat, uh, dat gaat, uh, vond ik wel heel leuk om te zien, die wereld. Want uh, eigenlijk dacht ik altijd dat het een shady, een hele shady Chinese uh, bitmain-achtige. Uh, bit Ding was maar eigenlijk zitten daar allemaal mensen achter met enorm veel vlees en bloed en net zoveel fanatisme als uh, in de Bitcoin Core uh, gemeenschap. zoals je gisteren bij Betonic zag, want dat ja. zijn echte Bitcoin maximalisten. Ja, 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 ja. Maar hele maar dat vind ik in ieder geval aardig om te zien dat daar gewoon mensen die, die mensen kwamen mij ook op integer over. Dus dat was eigenlijk, dat is mijn nieuwtje van uh, wat ik denk van joh werd voor mij echt een wereldje waarvan ik dacht, van, nou, daar moet ik eens een keer iets meer van weten. Dus ik ja. heb daar toen lekker een beetje rondgehangen en het uh, ja, de, de, werd ondersteund door btc.com. Ja. Btc.com is dus een, is een mining pool, hè, die dus het eigendom is van Bitmain. En die hebben dan anderhalf miljoen uh, wallets en uh, de, de, de mining pool is 18% van uh, Bitcoin. En uh, 10% van Bitcoin cash, eigenlijk grappig, minder dan... Ze hebben meer met Bitcoin gewone Bitcoin dan Bitcoin-mensen. Nou we hebben nou natuurlijk grote discussies gehad over centralisatie. En ze zei ja, ja, wij zijn alleen maar een pool die alles bij elkaar brengt. Dat zijn allemaal miners die zelf kunnen beslissen wat ze nou eigenlijk willen doen. Wij, 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 wij gaan die rekenpower wel die kant of die kant uitsturen. En we kunnen eigenlijk, dat was natuurlijk wel, dat ze kunnen stemmen. Dat ze wel ja. kunnen stemmen welke core, welke development ze willen gaan ondersteunen. Dus, uh, maar goed dat BTC.com zit, dus gewoon voor Europa in de Rembrandtoren in, uh, in Amsterdam. Die heeft dan weer uh, Amsterdam gekozen om dat uh, weer te gaan doen. En er zitten allemaal, het uh, dus uh, ja, was een beetje een, een nieuwe wereld waar ik, uh, waar ik in kwam. Ja, ja wat, wat, ik wil nog even terugkomen op dat, uh, dat mining-argument wat, uh, wat jij ook zegt. Kijk, het ding is natuurlijk ook nog dat, dat Bitcoin op dit moment ook alleen maar, ja, ik durf het wel te zeggen, alleen maar te mijnen is door de mining uh, hardware van Bitmain te gebruiken. In hun eigen pool vaak ook nog. Bitfury is ook. Uh, Bitfury moet je niet uit. Nee, nee, natuurlijk. Je kan ook zit ook in Amsterdam, hè. Bitfury, het hoofdkantoor, zit in Amsterdam. Mm het -hmm. zit natuurlijk een beetje in de Oekraïne. En uh, die hebben ook HUT 8 uh, gestart, zeg maar in Canada. Maar die hebben 20% ongeveer. Maar dus die zijn ook aardig aan het opkomen. Maar Bitmain is wel gewoon de grote monopolist. Uh, ja. Zeg maar. Nee, precies. Er zijn meerdere producenten van ASIC uh, hardware natuurlijk. Um, maar dat, dat, dat is nog een, uh, een, een kleine toevoeging. Ja. Nou, ik, ik ben benieuwd. Ik zie dat ze... Um, ja, het project leeft nog steeds. Dus, uh, ze hadden natuurlijk uh, vorig jaar, toen wij uh, op een gegeven moment daar, daar redelijk... Uh, Dicht op zaten, dat je natuurlijk die, die fork die toen was... en er waren wel een paar nachtjes waar, waar het sentiment... op een gegeven moment aan het shiften was van... Hè, gaat Bitcoin Cash Bitcoin overnemen? Ja. En dat is toen uiteindelijk niet gebeurd. Maar er waren wel, ik kan me drie nachtjes herinneren... Ja. waar dat redelijke chaos was. hoor was heel uh, dicht bij elkaar. Ja, ja het was heel spannend. Was, uh, ja, dat was in ieder geval spannend inderdaad. Ja. Um, ja, wat ik deze week zag, dat vond ik ook wel interessant... Uh, dat gaat over het token Oyster Pearl, dat is afkorting PRL. En um, ja, het was een heel raar verhaal. Ik ga bij het begin uh, beginnen. Er zijn 85 miljoen van dit soort uh, of van, dit soort van uh, de Oyster Pearl tokens in omloop. Uh, op een gegeven moment was het ongeveer 3,60 euro waard in, uh, in januari of december. En dat is nu, of in ieder geval dat was, 20 cent. En dat is toen gezakt hè, na uh, dit nieuws naar 0,03. Nou, wat is er gebeurd? <laughs> Uh, op 29 oktober kwam er een bericht naar buiten... dat het smart contract van uh, Oyster Pearl gehackt was... en dat er nieuwe tokens in uh, omloop waren. Nou, dat zou gaan om 3 miljoen tokens. Dus dat is natuurlijk best fors als je er 85 miljoen in, uh, in omloop hebt. En um, nou, daar is wat onderzoek naar gedaan. En wat blijkt nou? Iemand had de transfer, de, de transfer director functie in het smart contract aangeroepen... en zichzelf daarmee admin gemaakt. Eigenlijk super user van het, uh, van het uh, smart contract. En uh, dit kan je dus alleen doen als je de private keys hebt die bij dat smart contract horen. Dus um, dat moest een, insider, een, insider, een ja. insider geweest zijn. En wat hij hiermee kon, is dus de ICO-functionaliteit van het smart contract heropenen en daarmee dus nieuwe tokens minten. Dus extra tokens maken. Nou, dat heeft hij dus ook gedaan. En vrij snel kwam het naar buiten dat dit dus de anonieme oprichter van het project zelf was, die zichzelf Bruno Blok noemt. Ja. En um, hij heeft dus ook een smart contract geschreven. Dat, dat zei het team daaromheen. Hmm. Nou ja, die Bruno die heeft dus die tokens direct op QCoin gedumpt. En uh, nou, de koers donderde in elkaar. En daarna um, uh, is, is de trading uh, gestopt op QCoin. We hebben net met Wijnand, heb ik even gekeken. Er is nul volume meer uh, op, op die munt. Omdat ja, die nergens meer verhandeld ja. wordt. En die Bruno. Die heeft dus gereageerd daarna. Hij um, heeft allemaal, ja, op Telegram allemaal berichten van zijn andere boardmembers, zeg maar, waar hij dus een conflict mee scheen te hebben, heeft hij allemaal doorgestuurd. Dus dat was echt een soort soap uh, werd dat. Wat het dus is, um, er was een meningsverschil in december. Uh, dit gaat dus om de andere mensen in het board. Uh, Chris Bamber en Bill Koort staat hier, dat is de CFO. En Bruno die wilde mensen aannemen, developers, die wilden groeien. Het was zijn project, hè. hij was er eens eentje mee begonnen. En die andere twee die wilden vooral marketing en exchanges en uh, nou, dat, dat vond Bruno maar niks, um, zegt hij. En uh, op een gegeven moment ging Ethereum omlaag, toen was het lastig om mensen aan te nemen enzovoort enzovoort. Toen kwam uh, Oyster Pearl op Binance of zou op Binance komen en toen ging de prijs omhoog. En nou, daar is dus eigenlijk een, een conflict uh, gekomen waar eigenlijk die Bruno heel erg op het de development zat en eigenlijk steeds meer een hekel begon te krijgen aan die... Ja, aan die focus op de prijs en uh, op marketing. Terwijl die andere twee eigenlijk helemaal geen developers aan wilden nemen... maar juist op die exchanges kwamen. En ja, wat hij nu eigenlijk toen daarna dus gedaan heeft... heeft hij eigenlijk gezegd... oké, okay, als, als ik het project niet kan hebben, dan niemand ja, maar. En heeft hij dus het gewoon de complete prijs gecrashed. Show. En ja, hoe ik oh. daar eigenlijk naar kijk... er stond overal grote koppen met, met exit scam. Ik, ik, nee. ik, ik denk dat dit geen scam is. Ik denk dat die jongen oprecht dacht... Dat dit de enige uitweg was. Alleen dit laat in mijn ogen wel zien hoe onvolwassen. Uh, die hele markt is. Dit, dit, soort, dit soort jongens. die hebben opeens. 50 miljoen. die zitten op 50 miljoen dollar. Uh, vanuit het niks. En ja. het voelt als hun project. en er zitten andere mensen aan. en ze. ja, ze trappen het het raam uit. maar vergeten wel even. dat er duizenden. misschien wel tienduizenden mensen. gewoon geld in geïnvesteerd hebben. Dus. Ja, het de, deed de me een beetje denken aan um, wat je de laatste tijd bijvoorbeeld ook met Elon Musk ziet, uh, ziet gebeuren. Ook, ik, ik vind, Kijk uit, hè? Ja, ik vind het een geniale vent. Ik heb die podcast bij Joe Rogan gezien. Ik, ik begrijp wel wat hij zegt. Um, of Vitalik, dat vind ik, dat vind ik nog zo'n uh, zo type. Het probleem is dat die jongens vaak op op zo'n ander level zitten en problemen zien die de rest niet ziet. Dat zij eigenlijk in een bijna andere wereld leven. Probleem is dat je nog steeds wel je zit in in de normale wereld. Er, er is een systeem. Mensen komen achter je aan als je als je dit soort dit soort dingen uh, dit soort dingen uithaalt. En ja, het, ik denk niet dat het een scam is, maar ik vond het wel. Het was echt een enorme soap. Deem ook denken aan uh, Nano Rayblocks. Dat ja. was een tijdje terug dat je de bomber. Dat was ook een uh, developer anoniem. En Nano werd alleen maar verhandeld op zijn eigen exchange en op een gegeven moment ging daar wat fout. Ik weet niet meer precies wat. Voor mij is met een wallet. Dat was um... een hack geloof ik toch of iets, En uh... toen heeft hij die hele exchange dichtgegooid en toen kon niemand meer bij zijn Nano's. Ja, dat was, dat was ook zo'n zo'n eenmansactie waar. Ja, nou ja, ik, ik, ja ik, vind dat, ik vind dat ongekend. Maar deze ja, het, Bruno, in het begin was hij natuurlijk vrij tegen, tegen. Development, development, en allemaal ja. prima. En de mensen die om zich heen had verzameld, die zaten alleen op de dat grote bank. Die wilden dus die Binance listing en dat drukte ze door zijn strot heen. Maar die jongens, of die jongen, of, of ja, volgens mij is zijn naam uiteindelijk, zag ik wel gerucht dat ze nu weten wie het zou zijn. Maar die is natuurlijk heeft gewoon wel een hele verkeerde besluit gemaakt voor de, de algemene community. Tuurlijk is dat verkeerd. Ja, maar governance is natuurlijk altijd als weer mooi dat je dan op een gegeven moment we gaan weer terug van joh we moeten op een gegeven moment verdeling van taken. Iemand moet altijd een beetje een beetje gewoon zich kunnen vertellen en er moet een mooi tegengas hebben voordat dit soort dingen werken. Dat is met Elon. Elon is dat ook zo. Die heeft nu ook weer een iemand moet hij aan verantwoorden. Ik heb trouwens nooit het idee dat hij echt hele gekke dingen heeft gedaan, hoor. Dus wat dat betreft, hij heeft één keer inderdaad gezegd, uh, ik, uh, ik ga het privé nemen. Wat hij al honderd keer had gezegd, dat hij ja. dat graag wilde doen. Alleen, funding secure bij de Saoedi's, dat was niet handig. Maar <laughs> weet je wat, het is niet op het niveau dat hij alles dichtgooit, want die gozer is werkelijk uh, behoorlijk scherp. En... Uh, maar ja. ik begreep, het dus emotie. Het ja, is gewoon precies. onvolwassenheid ja, en ja. emotie in plaats van scam. Want we hebben, een aantal, we hebben ook onze percentage scams gehad. Maar dat was ongeveer, van al die ICO's was dat ongeveer 15%... van de mensen die gewoon 20 miljoen oppikten en dan wegrenden. En dat, ja. dat alles, alles gewoon stopte en, en, en dat je dan nooit meer terugkrijgt. Nou ja, scam wordt, wordt snel gebruikt. Uh, of te snel, vind ik eigenlijk, in, ja. in, uh, in, in het wereldje. Um, een een, een start-up kan ook gewoon een slecht idee hebben... Uh, of een ja. goed idee wat niet werkt. Ja, ja. Niet anders met de normale starten. Nee, precies. Maar, daar, mee ja, precies. maar hier wordt het een scam genoemd. En ja. we zeggen nee, mensen het, 15, vijf... het is 15% scam en 60% gewoon delusional. Ja, precies. Nou, inderdaad. Ik denk dat uiteindelijk die 95% van de projecten die het niet redden, ik denk dat je dat wel haalt. Maar niet omdat ze alle 95% ja. scam zijn. Inderdaad, daar ben ik helemaal, uh, helemaal met je eens. Ja, het was, het was een. Uh, ja, ik, ik vond het heel interessant nieuwtje. Het is echt een soap, eigenlijk. Ja, dit en, zijn de uh, reden dat ik naar Reddit ga, want daar kun je altijd geniaal goed dit soort dingen ja, volgen. Mensen die want op die je tweet zoeken... word je op een gegeven moment helemaal gek van ja. 20.000 keer hetzelfde te lezen op Twitter. En, en Reddit is, uh, dat is die community daarop. Die kan dat, die connectie zo snel leggen. En dan heb je dat verhaal in één post. Ja. Ook via de Telegram van ons kwam ik krijg ik op. Ja, het, was, het wordt wel duidelijk. Maar ik had ja, wel, wie, die, wie, die Bruno die is ook zo gek als een deur op een gegeven moment. Maar ja, het wordt ik steeds... Heb uitgenodigd voor de show? Ja, ja. <laughs> ik kan hem <laughs> niet voor jou regelen. <laughs> Ja, ik ben benieuwd. Ik vind het wel een prachtige naam. Weet je, we hebben de bomber bij ja, wat ik zei bij Nano gehad en hier Bruno Blok. Dat uh, <laughs> doet me een beetje denken aan misschien een typetje van hoe heet die Sasha Baron? Ja, die uh, heet Cohen. Bruno. ja, precies, daarom. Uh, misschien, <laughs> daar, misschien is het hem wel. Nou ja, we gaan zien hoe dit verder afloopt. Ik hoop voor die jongen dat het. Nou, ik weet niet. Ik, ik weet niet wat ik hoop voor hem. Ik vind het eigenlijk ook gewoon een domme actie. Ja, um, heel dom. De marktupdate, nou ja, we staan op dit moment op uh, 6391. Vorige week op 6476. Ja, er gebeurt niks. Het enige nee. wat we deze week te vieren hadden, is dus uh, dat ze de whitepaper van Satoshi, uh, onze ja, eh, naamgever ja, van de show. DEFCON 4 uh, in Praag. Uh, ja, ik maak nog... hem even af, uh, mijn zin. <laughs> Satoshi, whitepaper, 10 jaar oud, van het whitepaper van bitcoin. En wat jij. Uh, nou ja, dat, dat gisteren toch wel het meest uh, nou, best gecreëerde content denk ik van toch dit jaar in de wereld. Ja. Ik, ik moet zeggen, hij staat op, uh, op replay vandaag. En ik zal hem straks ook naar Vincent sturen. Ja, het is, het is genieten als je dus een, een nieuwe, nieuwe meme ziet ontstaan. Hè? In plaats van beeld, beeld, over hoe je dat Bi Ja, want je hebt het over een video van ja. alle Ethereum-developers die staan te zingen op een. Ja, uh, nou, die hebben dus een zanger geregeld die inderdaad al die uh, Ethereum-developers op een rijtje heeft staan. Maar het is een meme in de making. Ik heb, er, ik heb ervan genoten. Ja, ja. Nou ja. Maar dan moet je even... moet gewoon nog Maar we posten de link nog wel een keertje. Ik werd, maar. Uh, ik werd gisteravond of gisternacht om half twee door Wijnand gebeld. Toen <laughs> ik terugreed van het, uh, van het uh, event... En uh, hij zei, ja, je, je moet even stoppen bij het je moet het even luisteren. <laughs> nou, ik moest toch wel tanken, dus uh, ik heb hem aangezet. Het heeft me niet teleurgesteld, dus die posten we, die posten we nog wel even in de groep. Hij is al in de groep gepost, Ja, maar een nou keer op Twitter of zo. Ja, we, moet, ja. we moeten bijdragen aan deze uh, meme-creatie. <laughs> Precies. Okay. Um, de oude sok, Wijnand, hoe is het, uh, hoe is het daarmee? Heel kort, uh, ja. Gebeurt niet zoveel, volgens niks. mij. Nee, we ja, staan... Het, is, uh, het is de... ook voor Vincent, we hebben in, die, in verschillende assets duizend euro geïnvesteerd. Hoe uh, staan jullie? We, staan, we hebben 5000 over verschillende assets. De Bitcoin, top 10 uh, crypto. Een spaarrekeningetje. Wanneer? Wanneer hebben we begonnen? Uh, augustus, midde, medio Augustus. Oh, okay. AX ja. en wat goud. En we staan op ons hele portfolio nu 180 euro naar min. Met name door het verlies wat we hebben op de top 10 uh, crypto. Ja, die gaan het hardst. En het, uh, het goud staat deze week uh, <laughs> alleen in de plus. En ja, de spaarrekening, uiteraard, met 7 cent winst. Ja, nou ja, het is beter dan de top 10 crypto's. daar staan 120. In en de, de AX die ook flink uh, klapt. Ja, uh, links gaat ook flink, te krijgen. Flink omhoog. Hey, uh, Wijnand, doe, uh, hoe sta je er tegenover de komende tijd? Ja, ik heb nog steeds niet aangepast. Maar vandaag toegevoegd, vandaag echt moe. En dat is mee door het event van, <laughs> van gisteravond. Lange dag en een uh, mega file uh, via Schiphol hierheen. Dan word je niet vrolijk. Ja, nou, ik heb deze week hè, de, de Phantom uh, ICO, die was een, uh, in mei, hebben daar uh, wat, uh, wat in geïnvesteerd toen de tijd. Die is live en dat ging uh, wat omhoog en dat deed me weer denken aan, uh, aan uh, oude tijden. Dus uh, dat, uh, dat was alweer even leuk en spannend. Um bitcoin nog steeds boven de 6K, dat zeg ik elke week. En zolang dat zo blijft, dan uh, blijf, ik, uh, blijf ik positief en uh, ga ik met een goed gevoel, uh, goed gevoel door. Ja, maar wanneer denken jullie nou van uh, dat die belofte van dat institutionele geld, die allemaal via netjes georganiseerde, goed gestructureerde, goedgekeurde kanalen, bitcoins en andere belangrijke ja. coins gaan kopen en verkopen? Wanneer gaat dat leiden tot meer uh, demand? En uh, een, uh, versie van 10 en boven de 20? Dat, dat durf ik niet te zeggen. Wat ik wel weet is dat je natuurlijk backed hebt. B-A-K-K-T, dat, ja. uh, dat, dat nieuwe platform ja. wat ook opgetuigd er, wordt voor, er, voor, er de, ja, voor de institutionele beleggers, dat gaat medio, paar, medio ja. november live. Ja, de, ja. ja, begin, ja dus dat is, uh, ja. ik dacht, ik zit me 12 of 19. Anyways, dat, ja. uh, dat, dat zou een katalysator uh, kunnen zijn. Ja, en wat ik gewoon vreemd vind, wat, wat ik me nog niet. niet, niet al Deze transacties waar we het net over hadden, die enorme transacties en die prijs die is dus alsof die met spijkers uh, in, in, in de grafiek is vastgeslagen. Er, er gebeurt helemaal niks aan de, uh, aan de andere kant. Als ik dan gisteren ook weer op zijn event sta of uh, je ziet dingen op, uh, op internet langskomen, er wordt gebouwd aan alle kanten, er worden mooie dingen gemaakt. Mensen zijn ermee bezig, mensen zijn enthousiast. Je ziet bedrijven die daar één voor één nu ook zeggen: van oké, okay, nou ja, blockchain is, is here to stay. Dus... Die daar ook echt nu serieus mee bezig gaan. Ik zie, als ik het vergelijk met vorig jaar, waar er zoveel crap eigenlijk constant was. En nu, eigenlijk, elk nieuwtje wat ik zie uh, dat dat. Vind ik positief over het algemeen. Ja, dat is niet negatief. Ja. En... Nee, ik merk het ook van. Ik kreeg ook een verzoek van een institutionele zeg maar, bedrijf, wie zijn naam niet genoemd wordt worden, maar die wilde 160 miljoen kopen. Ja. Dat ben ik nog een beetje gaan rondvragen. van oké, okay, wat wilden ze? Ze wilden 5% korting op de bitcoin prijs. Ja. Dus dat staat dan typisch een OTC-toestand. Uh, ja. Dat dat gewoon, uh, ja, een aantal mensen hebben gewoon van die dingen liggen. Tienduizenden. Nou, en dan op een gegeven moment, als, dan, als iemand zegt: Ja, ik wil het geld wel overmaken naar je. Dan, dan kopen ze gewoon voor, voor 50 en 100 miljoen. Die zijn aan het opbouwen vanuit de counter. Dat komt dus niet op de exchanges. Dus dat leidt niet tot prijsstijging. Maar er is wel echt veel handel. Er is veel uh, volume, wat dat betreft. Is ja, maar dat, dat zie ook je ook toch gewoon... op die website waar we net op zaten. Daar ja. zit gewoon heel veel transacties, want ja. dat wordt natuurlijk wel geregistreerd. Ja, maar wanneer gaat dat nou op een gegeven moment leiden, dat al deze mensen positie nemen en blijkbaar dat al die whales wel, uh, wel afscheid willen nemen van stukken van hun portfolio. Wanneer gaat dat op een gegeven moment stoppen? Want dat is gewoon nou ja. latent uh, demand uh, of latent aanbod. Dus ze verkopen het alleen maar als ze ook echt geprikkeld worden om zelf te doen. Ze gaan niet op exchanges zitten klooien. Op een gegeven moment gaat dat is dat is dat op. En ja, dan willen mensen. En dan en dan is die latente uh, aanbod op. En dan moeten ze via exchange. En dan gaat de prijs omhoog en omlaag. Ja. Nou ja, laten we, laten we. Je hebt ongeveer 17 miljoen bitcoins pakken mee. Laten we zeggen, en dat is een hele, hele ruime schatting. Dat, vijf zijn er gewoon weg. Ja. ja, precies. laten we zeggen dat je de, de 12. 12, 12, 12 miljoen haal je over. Ja. Nou ja, reken maar uit. Dus als een over the counter trade, wat zij Laten we zeggen dat dat gaat om 50.000 bitcoins gemiddeld. Ik, ik zeg maar even wat, hoor. Nou, gemiddeld, ja, ik zag 20.000, 10.000, okay, 5000, nou. 10.000. Dus ik zou eerder zeggen 10.000 uh, 10 over de counter. Nou, kan je 1.200 ja. keer doen, dan is het op. Ja, dus de, de moed op een gegeven moment, dat is niet... Uh, Zoveel? Ja. ja, nou ja, ik vind dat eigenlijk niet, niet zo heel veel. Er moeten toch al 1.200 miljonairs op de wereld... of uh, miljardairs gek genoeg zijn om dat... Uh, om dat te doen, ja, ik wat jij zegt, op een gegeven moment ja. is dat op en dan, uh, dan moet er wat mee gebeuren. Ja, nee, ja. we zitten altijd denken van een miljonair. Als iedere miljonair gewoon uh, zeg maar een tonnetje investeert in Bitcoin, dan is het op. Maar de grap is wel, we gaan er dus allemaal blijkbaar vanuit dat het alleen omhoog kan gaan. Hè? Deze, wat ja. we nu zeggen van, oké, okay, we kan, ja. kunnen niet lager, maar nee, we moeten omhoog. Maar dat weet ik niet. De, de verspillingen van de traditionele financiële wereld, dat allemaal niks waard is en nul is, ja. Het is allemaal brand, het is allemaal vertrouwen. dat is uh, natuurlijk hetzelfde geld voor de euro. Dat dat ook gewoon iets is. Dus uh... ja, hier is het verschil <kwijnt> natuurlijk wel dat het, ja, hier is het dus op een gegeven moment op. In de zin van dan, dan zijn er ja. geen nieuwe bitcoins uh, meer. Kijk, wat je wel gaat krijgen, dat vond ik een hele interessante. Dus als je natuurlijk die ETF's hebt. Um, dat kunnen ook afgeleide producten zijn waar er geen bitcoin als onderpand is. Ja, en dan kan je natuurlijk wel weer oneindig uh, ja. derivaten gaan creëren. Dat ja, is, maar wel dat is een... deze niet hè? In november is de nee, 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 echte klopt. bitcoins die er Maar al, het is natuurlijk al... wachten totdat dat ook gaat komen. Als op een gegeven moment de bitcoins op zijn. Ik, ik ben benieuwd. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, we zitten nu al zo lang te wachten. En in de tussentijd zijn we gestart met de podcast en mengen je in die community in Nederland. En ik vind dat eigenlijk. Dus ik haal er zoveel meer uit dan de hele dag naar die prijzen te staan. Dus ik zie het ja. vanzelf wel gebeuren. Um, en ja, als het niet gebeurt, dan, uh, dan gebeurt het niet. Dan, uh, dan gaan we wat anders, uh, wat anders leuks doen. Okay. Um, het item van de week. Hè, haalt Satoshi de 20 jaar? Nou ja, dat is altijd een beetje, beetje zwart-wit. Dat kunnen we ook niet voorspellen. Maar we gaan eens dus wel eens kijken of we. Ja, nou... wel. Maar ze halen die, die, die blockchain die blijft wel bestaan. Maar wat bedoel je daarmee? Haalt hij het? het? Wordt het nog steeds 50% van de hele cryptomarkt? Ja, nou Dan, precies, laten we. Ja, nou, dat onder andere. Um, daar haalt hij het inderdaad, maar haalt hij het op een manier dat er, dat er, dat er geen euro's meer zijn, dat we bitcoins gebruiken of het bestaat er naast elkaar? Dat, dat willen we eens uitgaan. Um, uitgaan Dieper. Maar misschien is het, is het wel een, een, een interessant om. om een, je gaf in je intro al een klein, klein uh, voorzetje daarvoor. Ja, wanneer, je zegt van ik hoorde al vrij vroeg van crypto, ik ben daar toen niet ingestapt. Wat was voor jou nou echt de trigger om het wel te doen? Ja, nee, dat was dus omdat die, die vriend van mij zei: van Dit is echt heel bijzonder. Dus zijn oordeel, dat vond ik heel belangrijk. Ja. Ronald van Woed, zo'n briljante softwareman, die had het een hele goede blik heeft daarop. En um, ik vond het ook interessant dat het al zo veel jaren toen bestond, bestond het tweede jaar, dat het nog niet gehackt was. Ja. Dus een, een systeem wat niet gehackt is, vond ik interessant. Met open source, met, waarbij je gewoon bij het netwerk, iedereen kan erbij, iedereen kan er weg. Het is zelfherstellend, net zoals ethernet of internet, zeg maar. Dat vond ik ook gewoon interessant. En, um, en natuurlijk vond ik, ook, vond ik het ook leuk dat het omhoog ging. En, uh, en dat er ook... Uh, en dat het ook zo vanzelf zich ontwikkelde. Dat niemand de baas was, vond ik ook fascinerend. Dus dat waren allemaal, een beetje, dat was met open source en peer-to-peer. En, en -peer was allemaal al die dingen die kwamen tegelijkertijd uh, kwamen die een beetje op. Uh, samen met crypto. Dus dat vond ik heel interessant. En ik moet ook zeggen van. De rol van daarna, wat iedereen dan doet op het moment dat je zo'n bitcoin ontdekt dan, en, en andere munten, dan ga je eerst nadenken over geld, de rol van geld. Dus dan ga je het rabbit hole in dan denk je: wat, wat is geld nou eigenlijk? En wat bepaalt nou de waarde van geld? En hoe is geld nou eigenlijk ontstaan? En hoe was het nou gekoppeld aan, de, aan, de, aan zilver en goud? En, en, en wie creëert nou eigenlijk geld, hè? modern geld en digitale geld in de, in de moderne wereld via de banken? Dus, en dan ging je kijken naar. Uh, dus één. Zeg maar, we hebben nu 200 miljard uh, crypto uh, geld. Nou, dan heb je ongeveer uh, 7000 miljard is er goud. En 7000 miljard zijn de coins en munten. En dan is er ongeveer 90 triljard, 90.000 miljard uh, digitaal geld. En dan is er 250 miljard schulden. En dan is er 300 miljard real estate. En dan is er ook nog 1200, uh, 12.000 miljard derivaten. Weet je, dat is de totale geldhoeveel. We zitten echt. Als je kijkt hoe weinig het op dit ogenblik is, dat is allemaal gewoon... Dus ik verbaas me hoeveel geld er eigenlijk was. En ja. hoe dat geld georganiseerd wordt en gestructureerd, dat je daar gewoon weinig kijkt van hebt. Dus ik heb dat ook allemaal gewoon oh. meegemaakt. En toen ben ik al heel snel geïnteresseerd geraakt. Niet, um, enerzijds, of, of zijn er praktische dingen die we ermee kunnen doen? En dat was dan uh, op een gegeven moment uh, de... Hoe je dat ook alweer? Geld overmaken naar het buitenland. Uh, Zepa? Voor, uh, de, nou Nee, niet CEPA, maar... Um, uh, hoe heet het nou als, als mensen in uh, de Filipijnen werken en uh, geld. Uh, uh, de, 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 de money transfer ook. Ja, de money transfer. Ja, nou, het, heeft ja het, bank, heeft een, het heeft een naam. Het heeft een naam. Maar in ieder geval dat je het echt heel goedkoop geld kon overmaken. Ja. En toen heeft ook een van mijn. Toen ben ik mijn uh, schoonmaker in 2014 gaan uitbetalen in uh, bitcoins. Ja, ja. En die maakte het dus over naar zijn vrouw. Maar die vrouw die begreep het niet zo goed. Die heeft alles laten staan. En op een gegeven moment werd dat dus gewoon een uh, factor 20 keer zoveel waard. Dus die is op een gegeven moment naar huis gegaan. Want hij had, <laughs> had genoeg om een huis te kopen. Heeft uh, je alles laten het geld wat wij aan de schoonmaak hebben betaald. Uh, zeg maar, uh, Dat heeft hij en hij heeft het een huis en een bedrijf. En, uh, dat was eigenlijk ook wel gewoon. Hij heeft er meer aan verdiend toen in die tijd uh, dan ik. Want ik heb alleen maar een Tesla aan overgehouden. <laughs> en, uh, nou, en, maar toen ben ik al heel gauw geïnteresseerd gaan in de blockchain. Dat is zo van oké, okay, met die blockchain kunnen we ook gewoon stemmen. Ik wil stemmen, ik wil dat iedereen stem krijgt. Ik wil dat iedereen een identiteit krijgt... en dat, die, dat ik een record heb op een of andere blockchain... en dat ik dan kan zeggen, hé, hey, dit is mijn identiteit. Oh, en de ABN Amro mag met idin zeggen dat, dat ik dat inderdaad ben... Of dat mag DigiD of dat mag uh, Facebook en dat, dat ik mijn eigen identiteit heb, daar iets mee kan doen. En dat we het kunnen gebruiken voor tracking en tracing van, uh, van, van in, de, in de hele logistieke wereld. Supply chain. Dus toen supply chain en, 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 en logistiek en, en eten. En, dus ik ben heel erg geïnteresseerd geraakt in die dingen daarbuiten. Dus enerzijds ben ik de eerste twee jaar erg bezig geweest met de rol van geld. En daarna ben ik al heel gauw overgestapt naar de waar ik ook zit in Ethereum. En dat er, dat er ook, if-then-else constructies mogelijk waren. Dat, want ik vond het wel een beetje dom. Het was wel, Bitcoin is wel. Het heeft mij teleurgesteld hoe langzaam het zichzelf of heeft ontwikkeld. doordat iedereen zo'n ruzie had. Dat de beste, slimste, intelligentste mensen. Het heeft de beste brand, het heeft de beste veiligheid. Het heeft allerlei dingen. Maar de samenwerking, vooral met die block size natuurlijk. daar werd ik echt een beetje totaal uh, moe van. En dat, dat is wel interessant. En daar ben je ook heel erg gaan nadenken over governance, van hoe kun je nou een open source gemeenschap hebben... die zich een beetje gedraagt en waar uh, problemen op worden opgelost. En dan ben je ook weer op een gegeven moment het systeem van democratie. Hoe rampzalig het af en toe ook is, maar het, 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 het werkt ook goed. Dus op het moment dat jij met de wereld naar via, via crypto en via blockchain gaat kijken... dan ga je alle dingen om je heen ga je weer op een andere manier uh, na, over nadenken. Dat is, dat is, en dat is de grote waarde voor mij ja. geweest van... Uh, van, uh, van Bitcoin en van blockchain. En nu, wat nou ook een heel leuk voorbeeld, uh, groot, uh, voordeel is: niemand is geïnteresseerd in het bedrijfsleven in de achterkant. Hè, de back office vindt iedereen gewoon boring. Weet je, als de user interface nog enigszins wat hij kan doen, maar hoe het aan de achterkant eruit ziet, dat vindt niemand leuk. Nu met blockchain zijn mensen gewoon echt gewoon normale mensen. Dus zijn ook gewoon managers en zo die echt nooit iets daar iets mee te maken willen hebben. Die willen nou, die denken dat de blockchain weer een uh, review. dat ze daar allemaal nieuwe dingen mee kunnen doen. Dus er is aandacht voor de backoffice. Ja, dat hebben ja. Bart en ik het ook vaker over gehad over wie weet nou waar Facebook op draait. En eh, dat weet niemand. Nee. Kan jij kan jij schelen als, nee, je die, als je maar je maar kunt plaatsen en die gekke. Nee, maar draait. dat is vanuit de gebruiker natuurlijk. Ja. Die, nou, dan dus, gaat het nu om nog. Nee, het ook, nee, ook, ook management, ook uh, management en uh, 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 governance en allemaal dat soort dingen die de. De daar is nooit heeft nooit iemand interesse in bij ICT. überhaupt ICT. Dat is iets waar we heel veel geld aan uitgeven en wat niemand wat interesseert. Echt helemaal niemand. Behalve de nerds die daar aan de achterkant zitten, heb je het over 2% van de mensheid maximaal. De rest kan dat eigenlijk allemaal een ongelooflijke zorg wezen. Ja. Ja, daar hadden we het, ik had er gisteren nog een paar discussies over tijdens, het, uh, tijdens dat betonic uh, of de Bitcoin-event. Wat het natuurlijk ook is dat je um, um, uh, blockchains voor bedrijven, dat is een beetje een vies woord. Zeker in de, de Bitcoin-community of in de crypto-community. Want ja, bedrijven die. die ja, die gebruiken helemaal geen blockchain. Het is geen pure blockchain. En daar ben ik het ook nog wel mee eens. Ik denk dat dat een definitiekwestie is van wat beschouw je nou. Uh... Ja, dus hyperledger en zo van de Linux Foundation is onacceptabel. Ja, volgens als, je, als, je, als jouw definitie van een blockchain is dat het openbaar is, voor iedereen toegankelijk, decentraal enzovoort, dan is ja. dat inderdaad. En, geen alle, blockchain. en alle transacties openbaar. Maar ja, goed, aan de andere kant hebben ze allemaal weer systemen dat het weer niet openbaar is. Of dat je het dan weer pseudo of helemaal weer anoniem kunt maken. Maar goed, ik vind dus inderdaad, uh, ik ben daar dus helemaal niet van. Ik vind het hartstikke interessant. Ik vind het heel leuk. Ik vind het heel ja. goed voor Bitcoin dat Ethereum er is. Ik vind het heel goed voor Ethereum dat Hyperledger er is. Uh, en naast de Enterprise uh, Ethereum Foundation, ja. die dat dan weer een, een tussenvorm doet. En wat dat betreft, het, we, we zitten nog helemaal in de fase dat alles nog gewoon compleet nieuw is. Tien jaar is niks. Tien jaar is niks. Ik heb nog vandaag nog een interview zitten luisteren die ik had met Vince Surf. En Vint Surf heeft TCPIP uitge, zeg maar, uitgewerkt. 45 jaar geleden. Weet je wat? Ja. Het duurde 30 jaar voordat op een gegeven moment internetprotocol uh, iets ging betekenen. Dat, dat duurt een tijdje voordat dat iets gaat ja. worden. Nee, ik denk wat waar, waar ik, net, waar ik net heen wilde, ook met dat. Um, dat zeg maar, als die hele blockchain hype, hè, als dat er alleen maar voor zorgt dat bedrijven inderdaad over een backend na gaan denken. En na gaan denken over in wat voor netwerk ze opereren. Ja. En daarmee misschien het gesprek aan met andere actoren in een netwerk. En misschien implementeren ze dan helemaal wel geen blockchain aan het einde. Maar als daardoor die processen enigszins ja, gestroomlijnd worden... dan profiteert uiteindelijk iedereen ervan. En of het dan een blockchain is of niet, dan maakt me daar niet zoveel uit. Een ja, um, blockchain is natuurlijk een afgrijzelijke database... die gewoon duur en langzaam en vermoeiend is... en slecht uh, doorzoekbaar en allerlei andere dingen. Dus je moet het echt gebruiken voor de juiste dingen. Ja. Voor de juiste use case. Nou, we hebben ja. daar natuurlijk Jeroen van Mechelen uh, een uur lang over, over gesproken. Hij is de, de, de CEO van uh, Ledger Leopard... En die maken blockchain oplossingen voor bedrijven. En hij zegt eigenlijk, ik zie het ook niet als een database. maar het meer als inderdaad gewoon een reeks transacties waar verschillende mensen op verschillende punten in tijd hun stempel op zetten. Een is dat... dus gewoon een ja, sophisticated ja. logfaal. Precies, zo, zo ja. zag hij dat. En, en dat vond ik ook wel een hele mooie insteek. Want ik zat ook heel erg. Jij, je hoort natuurlijk heel vaak van, hè, een bedrijf, een blockchain, waarom geen gedeelde database? Dat is een beetje het weerwoord altijd. En ik vond dit wel een mooie manier erover te denken... dat hij zegt, je kan het ook op een andere manier. Dan is het eigenlijk helemaal geen database... maar meer inderdaad ja, een, een, een log, een activiteitenlog... Ja. Uh, van begin tot einde in een proces. En er zijn heel veel processen waar dat heel handig kan zijn. Ja, maar het, ja. het vangt ook bepaalde controles af. Hè? Dus dat bijvoorbeeld ja. de betaling uiteindelijk pas wordt... Uitgevoerd zodra jij bevestigt dat je die, dat pakketje van Amazon hebt gehad. Ja, ja maar als je smart contracts eraan toevoegt, dan is het niet alleen maar een logfile. Dan is nee, het zo ja. een automatisch executerende machine. Exact, zonder zodat iemand zijn poten er de, de, met zijn poten eraan kan zitten. En dat is natuurlijk toch ook wel weer. Dat, dat, nou, ja, dat, Bart gaf dat was wel leuk. Bart gaf net een voorbeeld waar een smart contract uh, misbruikt werd. En uh, ja, nee, Waarom? precies. Ja, kijk, dat, dat is een beetje. Um, hè, er zijn natuurlijk best wel wat mensen sowieso in de, in de IT-wereld waar. die eigenlijk zeggen: code, code is law. Uh, hè, als het in de, in, in de programmeercode staat, dan is dat gewoon hoe het is. Tjie. En dat. Uh, Heb ik nooit zo gevonden in mijn ervaring met software. Want software is altijd kloot en er zitten altijd vreselijke bugs in. Nou ja, precies. Maar dan, <laughs> dan is dus daar hè, het idee van: dat is dan gewoon hoe het is. En dat, dat strookt niet allemaal altijd even lekker met de echte wereld om het zo maar te zeggen zonder een oordeel te trekken over wat ik beter vind. Um, nou, wat ik nog wel een leuke vind, wat ik nog wel aan je wil vragen, hè? ik, heb wat, we doen wat onderzoek natuurlijk van tevoren, wat filmpjes gekeken, hè? zoals ik net al, je hebt zonnepanelen op je huis liggen, rijdt elektrisch, bent daar groot groot voorstander van. Hoe, hoe kijk jij aan en, en wat denk je dat welke kant we op moeten? Um, met, met het energieverbruik van Bitcoin, vooral op dit moment. Wat, wat zijn daar oplossingen voor? Hoe zie jij dat? Of is het er misschien wel waard? Is dit misschien wel de prijs die we moeten betalen. voor een veilig, decentraal netwerk? Ik heb ontzettend een hekel aan het miningprincipe. Ik heb zelf 60 miners. <laughs> uh, dus uh, ik, uh, ik, uh, de, elke dag, uh, elke uh, continu zit 60 kilowatt. zit daar gewoon uh, te, te, te verspild te worden. En ik ja. vind het echt verschrikkelijk. Ik vind het echt gewoon een afgrijzelijke. Vernietiging van, van de energie, die, die ik helemaal niet prettig vind. Nou, er zijn twee dingen op. Enerzijds uh, sprak dan gisteren ook weer met iemand van ABN Amro die zei van ja, weet je hoeveel mijn bank kost. Dus ik ga nog even uitrekenen hoeveel digitale transacties in de wereld plaatsvinden en hoeveel de banken aan energie gebruiken. Want qua goud, goud leek nog meer. Uh, goud is natuurlijk ook geen efficiënt mechanisme om store value te doen. Maar ik vind het vreselijk. Ik vind dat wij veel, dat het niet ook al zou goud meer uh, energie kosten, ik vind dat we dat niet op die manier kunnen doen. Nou, hoe heb ik het zelf opgelost? Met mijn uh, eigen 60 miners. Ik heb die uh, containers, daar staat ook een leuk videootje online. Kun je de show notes op opnemen. Ik heb die uh, bitmain miners, daar heb ik de ventilatoren afgehaald. Die heb ik uh, in een grote uh, metalen bak uh, gezet uh, onder olie. Geïsoleerde olie, zeg maar, die uit, van die, die transformatoren, die grote transformatoren. Zetten. Dus die dingen zitten allemaal onder de olie. Uh -huh. Die worden veel beter gekoeld, 4800 keer dan met, uh, beter dan met lucht. En um, dus ze gebruiken A. 15 tot 20 procent minder energie. B. Wordt die olie die, uh, die wordt gekoeld met water. En dat water wordt dus opgewarmd tot 60 graden. En dat gaat direct de kas in om de tomaten weer op te warmen. Dus ja. ik zit daar bij een warmtekrachtinstallatie. In plaats van de warmte, doen ze een beetje meer elektriciteit opwekken. Die gaan naar mijn miners toe. Die maken warmte ervan. En ik heb een 98 procent groene oplossing. Het heet ook Green Mine. We hebben nog geen website. Dus dat is zeg maar wat wij doen. Dus een container, complete container, kant en klaar helemaal uh, erin. En, uh, en dat, dat, dat kost dus geen energie, want we maken er gewoon tomaten van. Maar <laughs> desalniettemin vind ik dat alleen maar een oplossing voor mijn uh, kleine probleem. Yeah. En ik vind het nog steeds geen goede oplossing. En, uh, en, en dat is dus ook een beetje waar ik, een beetje, waar ik problemen mee heb met de, 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 de Bitcoin-gemeenschap. Die kan gewoon slecht besluiten nemen. Daar is, ik, ik kan me niet voorstellen dat er gewoon echt mensen zijn die echt zeggen: ja, de security denk dat we duizend computers nodig hebben, of tweeduizend computers, of drie, weet ik veel. Maar we hebben geen honderdduizend computers nodig. En elke, elke, elke drie maanden verdubbelt ongeveer de, de, de hash capacity. Dat is echt belachelijk. Dat, mm -hmm. is, dat hebben we niet nodig. Dat levert geen extra veiligheid op. Dus ik wil, ik wil gewoon... Ik denk dat als je tien lines of code anders maakt, dat je gewoon honderd keer minder energie gebruikt. Dat is echt gewoon van... Uh, dat, dat is echt niet moeilijk. Het is meer om alle belangen weer dezelfde kant uit te gaan. Het is net gewoon de Europese gemeenschap of de United Nations moet je gewoon een besluit nemen in een bestaande wereld... waar iedereen andere belangen heeft. En dat hoop ik dat de Bitcoin-wereld gaat doen. Ja. Toont, leiderschap, kijk naar jezelf... zorg dat je de kritische problemen oplost... en dat dan die uh, Vladimir uh, van der Laan of zo... Weet je wel, die in Eindhoven daar... Uh, he, als je, Vladimir, als je luistert, <laughs> weet je wel, doe gewoon... Start een discussie. Doe een voorstel. Er zijn nog tussen proof of stake. En proof of work zijn echt nog een heleboel andere oplossingen. Goed genoeg. Security kan goed genoeg zijn. Met makkelijke keer 100 keer minder energie. En dat is denk ik wel acceptabel. Maar niet wat het nu, waar het nu heen gaat. Gaat nu helemaal de verkeerde kant op. Ja, en wat dat betreft, dus het energieprobleem. Nou, dat, dat hopen we dan de komende tien jaar wellicht op te lossen. Ook voor Bitcoin. Nou, dat kan misschien twee jaar. Ja. Nou ja, maar omdat ik vooruitkijken, tien jaar. Maar zie je ook bijvoorbeeld iets. Dus die scalability waar we het ook vaak over hebben. Bitcoin ook, hè, beperkte hoeveelheid transactie kan. Ja, is dat, ja, ja. Zie je daar ook verandering in komen? Of wat is jouw verwachting daarop? Nou ja, dat is, ik bedoel, die blokdiscussie die lukte dus niet. Zeg maar. Dat is die Bitcoin cash zijn. Dus wel gewoon naar 8 en uh, 32 megabyte gaan. En op zich denk ik dat er op, een intelligentere oplossing moet komen. Lightning, ik zat er gisteren ook weer over te praten met echt slimme jongens. Van, gaat dat nou echt werken? Ik heb zoveel presentaties over Lightning gezien. En ik, ik doe echt mijn best om het te begrijpen. En elke keer doet mijn hoofd weer pijn. Lightning is gewoon geen simpel concept. <laughs> Laat staan dat het gewoon geïmplementeerd moet worden. Ja. En um, dus ik, ik geef het de kans. Uh, maar we moeten naar uh, tienduizenden transacties per seconde toe. En dat moet op een andere manier. Volgens mij is het belachelijk dat als wij gewoon tien keer zoveel computers toevoegen. dat de, tran dat er, dat de hele transactiesnelheid niet toeneemt weet je wel van je zou toch moeten dat dat heet dan ook uh, dat hoe heet dat ook weer dat je eigenlijk gewoon het in, in stukjes opdeelt en dat iedereen een hoeveelheid uh, transacties kan ja, verwerken. Sharding sharing, sharing. Ja. ja, dat is toch echt gewoon dat zijn toch gewoon fundamenteel andere dat zijn dat zijn, dat zijn toch geen grote Rocket science, dat moet zo'n gemeenschap gewoon indelen. Nou, dat, dat gaat dus Ethereum wel laten zien. Kijk of ze dat, uh, of ze dat redden. Maar dat, ik vind dat de Bitcoin-wereld dat ook gewoon moet ja. doen. Die moet leiderschap tonen en die moeten de echte problemen oplossen: ja, Dus transacties, te... energie en dat soort dingen. Het is wel interessant. Uh, ik had gisteren kom ik een artikel tegen dat ging uh, over sharding en dat vergeleken en dat legde heel goed uit de verschillende vormen daarvan. En waar Ethereum nu mee bezig is... ...nog een paar andere projecten... ...die willen transactional sharding. En dat ze ook bijvoorbeeld voor bitcoin uh, kunnen. Dat zijn dus voor de, eigenlijk voor de hele simpele uh, transacties. Uh, A naar B, B naar A en, uh, enzovoort. Ja. En waar ze uiteindelijk heen willen... is het summum, zeg maar. Dat is uh, state sharding. En met state sharding heb je het dus echt over... Hè? ...en daar komen de smart contracts uh, naar voren. Ja, dat... Er verschillende dingen kunnen kunnen gebeuren bijvoorbeeld um, je hebt een smart contract waarmee je stoelen in een trein kan reserveren en als twee mensen dat op de op hetzelfde moment aanroepen vanuit een vanuit een verschillende shard zeg maar ja hoe wordt het dan tussen die shards gecommuniceerd um, dat de stoel al aan a persoon a is vergeven en niet aan persoon b want in principe de transacties ja. als je ze per shard bekijkt zijn ze allebei legitiem ja, dat is, dat is wel heel, uh, heel, heel interessant, maar dat is wel een hele lastige. En da da dat wat... zit ook niet in die Casper, toch? Nee, dat zit daar nog niet in. Nee, dat is wel uiteindelijk de bedoeling, want uh, dat het Vitalik uh, gisteren of eergisteren ook, ook gezegd, dat dat dus uiteindelijk ja. het uh, summum is. Maar ja, wanneer dat moet gaan gebeuren? Nou, ik denk als het voor 2020 is, dat je echt vroeg bent, denk je ja, dat er misschien nog wel na gaat worden. Hmm. Um, want we moeten eerst nog naar Proof of Stake, dat dat ook al voor anderhalf jaar geleden zou uh, moeten zijn. is Precies, dus dat... Uh, ik ben benieuwd en wat ik ook nog een grappig vond. Kijk, het Lightning-netwerk, technisch inderdaad, gaat dat voor mij in ieder geval ver boven mijn pet. Maar volgens mij, het idee zelf is iets wat door banken natuurlijk al jaren gedaan wordt. als je een ja. payment channel opent en daar gaan gewoon transacties van links naar rechts, of in ieder geval, die schrijf je aan beide kanten op en aan het eind sluit je het en verreken je het. Ja. dat is dat is natuurlijk geen nieuwe, uh, geen nieuwe oplossing. Het, het... het draait toch ook al op Lightning, zeg maar. Ja, het draait, het draait, het draait al, ook ja. al. Ik weet niet hoe het daar functioneert, maar. Ik vind het prima. Als dat. Ik zit vol bewondering naar die PhD-programmeurs die dan echt weer hun best doen om het weer. Ja, jij ja, snap, ja. Jij zegt dat je niet snapt. Ik snap het ook niet. Gewoon naar vijf keer luisteren. Dat is echt gewoon van nou. Goed, oké. Okay. Dus op een gegeven moment uh, accepteer ik dan ook maar dat ik het niet hoef te begrijpen. Als het werkt, vind ik het allemaal prima. Maar het leek mij nogal complex, ook organisatorisch. Ja, ja, ja. Om dat allemaal gewoon uh, om, om, om alleen al een DNS te hebben. Van alle Lightning-kanalen. Die dan allemaal uh, zeg maar een bepaalde staat hebben. En die dan allemaal weer worden afgerekend. Maar goed, als het werkt, more power to them. Dus uh, we zullen zien hoe het. Uh, er zitten slimme mensen op. En er, zijn, er is genoeg passion in de samenleving. Om, in de Bitcoin-samenleving om dat te doen. Dus daar, daar gaat iets vooruit. In proof of work. Naar proof of niveau het energieprobleem, zie ik nog geen enkele uh, grote discussies op dat gebied. Ze zien het niet als een probleem. Dat vind nee. ik wel ernstig. Nou ja, wat wij, wat wij ook wel. Um, wat, wat we wel vaker horen, we hebben daar discussies over gehad. En, en ik vind het ook wel lastig. Want ik hoor aan beide kanten hoor ik uh, argumenten die in principe uh, vrij of het niet, legitiem zijn, te verdedigen zijn. We mm. hebben hier Alex de Vries gehad bijvoorbeeld. Hè? Dat is best wel vooraanstaand... Uh, onderzoeker eigenlijk, die, 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 die ja, heel erg veel onderzoek doet naar dat energie, uh, energieprobleem en een hele duidelijke mening heeft eigenlijk tegen. Hè? Hij vindt dat niks, hij uh, vindt dat niet goed, hij ziet dat als een enorm probleem. We hebben ook Bitcoin maximalisten aan tafel gehad, die zeggen van inderdaad, wat jij net zegt, het reguliere systeem verbruikt nog veel meer stroom. Of er zijn nog heel veel andere dingen die ook heel veel stroom gebruiken, of er Gaat stroom verloren, die op deze manier omgezet kan worden in. Of die, die energie, die normaal gesproken ook door een stuwdam heen gaat. kan nu omgezet worden, worden uh, in waarde. Ja, het zijn allemaal argumenten. En, ja, kijk, ja, het, ja, maar als je daar dan nou gewoon naar luistert. en je zit daar. wat vind je dan een redelijke argument? Als je dan toch moet kiezen? Ik, ik denk uiteindelijk, als ik moet kiezen. dat ik. Um, dat ik dat ik dit niet niet uh, geen houdbaar systeem vind dat dat ja, ik, ik ook niet ik denk dat het veel beter helpt dat er dus inderdaad de energie opgeslagen kan worden in bijvoorbeeld misschien wel een tesla of de accu accu's die zij bezig zijn te ontwikkelen ja maar je hoeft het als je het, ja als binnenkort je... is het gewoon meer elektriciteit dan heel nederland bij elkaar gebruikt nou, voor voor een paar voor 300.000 transacties per ja, dag ja. Weet je wel? het is echt absurd nee, het zit ja, gewoon te gek voor woorden Goed, ja, ja, dat, dus dat, in, Nederland, in Nederland doen wij, ik heb toevallig gisteren gezien, uh, gisteren was ik bij het, uh, het Bitcoin, nee niet Bitcoin congres, het PIN congres, dus het was een vereniging ter bevordering van efficiënt betalen. Die zijn dus in 10 jaar zijn die van 10% van het aantal betalingen in Nederland, uh, 400 miljoen digitale betalingen, nu naar 4 miljard gegaan. En dat is de helft van alle betalingen die er in Nederland plaatsvinden. Ja, het gaat te goed begrepen. En 70% van alle waarden. Nou, die hebben de hele vereniging opgegeven, want uh, ja, het we gaat hier te, te worden. <laughs> nu is er vooral ook nog te nu is de vereniging opgericht hebben te ter bescherming van cash. <laughs> ja. Dat we niet een cashvrije samenleving hebben. Maar die hebben dus 4 miljard transacties per uh, jaar. En ik heb dus opgevraagd hoeveel het energie die al die, uh, zeg maar. Uh, Computers bij elkaar doen, dus ik weet over een week, weet ik gewoon hoeveel kilowattuur die 4 miljard transacties kosten, maar ik kan je verzekeren dat is, dat is echt gewoon een, dat, is, want hoeveel pitches? bitcoin doet 700 miljoen transacties per jaar en dit wij doen dat al met wij doen dat al in Nederland alleen al met pin 4 miljard ja. en, nou, en die gebruikt een fractie echt een fractie een duizendste minder dan een duizendste van wat bitcoin gebruikt dat komt dat natuurlijk moet... omdat het design is Compleet, compleet anders. Ja, dat is ja. daarom eigenlijk, hè, qua aantal transacties kan je dat naast elkaar leggen, maar wat daaronder zit. Ja, is ik, Bitcoin kan in principe ook alle transacties uh, valideren met een fractie van het stroomverbruik, alleen dan doet één iemand dat en dan mis je dus die randomness en dat decentrale. Maar niet honderdduizenden, ik vond het prima tot duizend stuks. Tweeduizend uh, stuk vond ik prima, maar honderdduizend computers die die elkaar allemaal gewoon uh, zeg maar zitten ja. onder, Op een gegeven moment heeft het dan is afnemende weer meerwaarde. Dus dat had ik denk als Satoshi als je even had nagedacht en ook maar enigszins had gedacht welke rol dit zou doen, dan zou die gewoon. Hij is al gewoon van de afnemende weerwaarde. Hè, we over een uh, we zitten nu op 62 procent van de op op uh, de, de blok um, de blokopbrengst wordt gehalveerd weer hè, over anderhalf oh, jaar ja, of zo. Ja. Als hij twee regeltjes eraan toe had gevoegd. Dan dat, dat, dat als op een gegeven moment het aantal computers gewoon vertienvoudigd is, dat hij dan een ander ding had gedaan, dan hadden we deze ellende niet gehad. Ja, ja, cool. ja kijk, het, wat, wat er vaak gezegd wordt: hè, hoe meer kapitaal er in die, in die hardware machines gaat, hoe meer kapitaal er in energie gaat, ja, hoe duurder het wordt om het te hacken. Maar wat jij nee, zegt, nee. op een gegeven moment zeg jij eigenlijk: er is een grens, ja. en van, vanaf hier hoeft er niet meer nee. in. Hey, het ja, ik, alarm is afgegaan. Ja, we hebben altijd een timer hier in de, in, de, in de studio. Ja, dan gaan we denk ik naar de. Nou, misschien, maar misschien is het nog wel leuk om, um, uh, om, om eens aan jou te vragen: wat kunnen we nou hè, en onze luisteraars ook in de komende tijd van jou verwachten? Hè, op je YouTube-kanaal. Uh, uh, nou, YouTube -kanaal. Ik bedoel, als je, of vindt het even, als je mij linkt op uh, LinkedIn, dan krijg je mijn nieuwsbrief. Oké. Okay. Eén keer. En als je dat niet leuk vindt, maar dat doe ik dus automatisch, dan krijg je al die video's komen tevoorschijn. Wat je van mij kunt verwachten, is dat ik binnenkort een besluit neem of ik op 19 januari weer de dag van de crypto ga organiseren. En dan, wat ga ik dan doen? Dan ga ik uh, enerzijds uh, ga ik, uh, praten over... Uh, Yo, uh, wat is de state, state op dit ogenblik van, uh, van de industrie? Hoe gaat het met Bitcoin, Ethereum? Wat zijn de he, met, uh, Cardano? Uh, allemaal dat soort de nieuwe dingen die er komen. Dus ik wil enerzijds kennis brengen. Ik wil anderzijds wil ik allerlei uh, investeerders, uh, de mensen die gewoon weer, he, de, de Joels van deze wereld, die, die, hoe die kijken tegen investeren aan. Wat gaat er omhoog of omlaag? Wanneer gaat het omhoog of omlaag? Dat vind ik leuke discussies. En ik wil over governance praten. Uh, en dan ga ik daardoor en ik ga ook over uh, security token offering uh, praten. Ja. Dat is ook echt belangrijk. Ja, daar, daar zie ik zelf ook wel wat in. Maar het is wel heel mooi hoe die ICO-wereld echt omhoog en laag. En hoe we daar weer heel veel van geleerd hebben. Dus dat is in ieder geval. Negen, dan moet ik besluiten om 19 januari. Dan moet ik heel snel besluiten. Want uh, ja, het kost ook heel veel tijd om dan die rij weer te reserveren en weer te organiseren en dat soort dingen. Vorig jaar waren er 1500 mensen. Dat was echt heel leuk. Dus dat kun je van mij verwachten. En in juni ga ik weer de blockchain-conferentie organiseren. En dan ga ik praten over wat zijn de, effect voor, wat zijn de effecten van blockchain-systemen. Vorig jaar ben ik vooral op zoek gegaan naar systemen die gemaakt zijn voor productie. Ja. Dus niet proof of concept. Maar uh, een heleboel banken die met elkaar samenwerken om uh, letter of credit anders te doen. of uh, zeg maar in uh, identity, uh, identity systemen voor vluchtelingen. Maar nu ga ik echt zoeken naar systemen die, die al een jaar in productie zijn. en wat is het uh, verschil? Ja. Bijvoorbeeld is er een fantastisch voorbeeld. Ping An. Heb je nooit van Ping An gehoord? Nee. Vertel. Nee. Alibaba. Ja. ja? En uh, Tencent. WeChat. Ja, 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 ja. Nee. Nou, dat niet. zijn de twee bedrijven die kennen. Maar Ping An is een heel klein bedrijfje, als je het even ziet, Wikipedia. Uh, zit er zitten 1,8 miljoen mensen werken daar. Het is 200 miljard waard op de beurs. Dus uh, bijna net zoveel als uh, dat is echt flink de hele de markt ja. En uh, ze hebben 600 miljoen mensen, zijn een verzekeringsbedrijf met 600 miljoen mensen. Die daar uh, zorgverzekeringen, schadeverzekeringen hebben, dus in China. En nou, ja, um, er zijn veel te weinig mensen in de zorg in China. Dus ze hebben ook nog een telemedicine-platform uh, gestart. En uh, daar zitten 240 miljoen mensen bij die via een mobiele telefoon naar een dokter kunnen gaan, via chat, e-mail of video. En dan ook naar een, naar een uh, apotheek kunnen doorverwezen worden. Echt een ongelooflijk innovatief bedrijf. Maar die hebben ook even 400 banken die hadden een immutable systeem, uh, record system systeem. Namelijk papier. Elke keer als er gewoon geld tussen de ene bank en de andere bank werd overgemaakt in China, werd het met papier bevestigd. Duurde drie weken uh -huh. om het gereconsolideerd te hebben. Die, dat bedrijf heeft ook nog 100.000 uh, techneuten. En die hebben in anderhalf jaar hebben die, al die banken het papier eruit geflikkerd en via de, uh, via de blockchain aan elkaar gekoppeld. En alle transacties gaan dus zeg maar via uh, um, dat hoe het nou, nee Nee. Um, uh, het IBM, Linux, Hyperledger systeem wordt het nu aan elkaar geknoopt. Dus ze doen nu 2 triljard per kwartaal aan transacties. In anderhalf jaar hebben ze die 400 banken, zeg maar, zo neergezet. Dus dat is een mooi back-end back systeem. En dat, daar wil ik nou voorbeelden van hebben. Dat dat echt ongelooflijk veel scheelt in fraude, in uh, efficiency, in, in snelheid, in gemak. En dat al die bedrijven veel beter werken. Ik wil naar goede positieve effecten die die blockchain oplossingen hebben. En dat ga ik dus eind juni ga ik dat organiseren. Iemand, iedereen die een leuk idee die, die mij kan vertellen. Deze case werkt echt. Dat zorgt dat mensen echte voordelen hebben, daar, die moeten dat naar mij toe mailen. Ja, nou dat, uh, bij deze een oproep aan alle luisteraars om, uh, om dat te gaan doen. Um, dan zijn we en eigenlijk... jullie twee ook. Wij ja. ook, we gaan er zeker over nadenken. Ik wou zeggen, jullie komen ze dagelijks tegen gewoon uh, met deze podcast. Ja, nee, zeker. We zijn een aantal leuke use cases uh, tegen, uh, tegengekomen. Um, de hoofdvraag eigenlijk, want uh, ja, we zitten weer uh, op het uur. Um, haalt Satoshi de 20 jaar? En zo ja, op welke manier? Ja, ik zeg dan altijd van het is aan Satoshi en het is aan Bitcoin om het, uh, om het te verliezen. Als zij gewoon een goede governance houden en dat zij die development wereld aan elkaar houden, dan hebben ze een fantastische brand, een geweldige gemeenschap. Dan, bestaan, dan zijn ze over twintig jaar bestaan ze natuurlijk nog, maar dan zijn ze ook nog gewoon relevant en belangrijk. Ja. Maar er moet wel wat veranderen. Dus het is echt gewoon van de eerste zal echt niet altijd gewoon de laatste zijn. Dat heb je met Google ook gewoon gezien en met Facebook en dat soort dingen. Uh, bitcoin kan uh, bitcoin en blockchain zal zeer relevant zijn, of bitcoin een grote zal zijn, hangt af van de gemeenschap. En okay. uh, laat ik ze dan ongeveer, uh, zoals ze nu hun best doen, geef ik ze 25% kans dat ze nog echt heel groot en belangrijk zijn over 10 jaar. Oké, okay, nou laten we voor deze uh, nu en alvast. Uh, nou, ik denk wel meer. Ik, vond, ik weet niet. 25 ging het laag. Maar... Nou, ik ben een beetje bijgetrokken. Vorig jaar was ik op een gegeven moment, zeker met die hele segwit discussie en alles. En toen werd ja. het, was het langzaam en duur. Toen was ik een beetje klaar mee. En ja, nu zo met veel mensen heb gesproken, daarna heb gekeken, zie ik toch ook echt wel de ben ik meer de voordelen ingezien. Ben ik misschien zelf ook wat meer... in de maximalist kant op gegaan. Maar ik zie ze ook zeker nog wel... Hè, het energieverbruik hebben we het over gehad. Uh, wat je er ook van vindt. De, ik denk dat we daar over na, over na moeten denken. Ja, nou, ik, ik, geef het, ik geef het meer kans. Maar ja, ja wie, wie, wie... 50, 75, hoeveel ja. geef jij het? Nou, ja, even makkelijk heren, Ik joh. denk ik 5 ik He? nou, 50% zeker wel. Ja, ja succes of geen succes, denk ik succes. Ja, succes, geen succes, denk ik ook succes. Ja, ja. Nou, dat het relevant is over, over, over nog tien jaar? Ja. 70% ja, kans. 70. Maar ja, we, ja we, weet je hoe lang zijn we? Ja, we zijn we nu. Ook... 40%. <laughs> hey, hey. <laughs> Oké, okay, nou, laten, ja. laten we hem daarop afsluiten. Ik, um, ik wil je van harte bedanken. Super leuk dat, dat, dat je er was. Uh, nou, voor alle luisteraars die wat meer over Vincent willen weten, kijk op zijn YouTube-kanaal. Ga ook even naar www.vincenteverts.nl. En uh, volg hem op Twitter, dat is Ed dus V-I-N-C-E-N-T-E -E op Twitter. Um, nou, ja, vonden jullie deze podcast nou leuk? Join on onze Telegram-groep en volg ons op Twitter. De links kan je vinden op www.satosieradio.nl. Wijnand, jij ook bedankt. Yes. Dat was ja, het was een latetje weer. Twee avonden achter elkaar. Dus uh, morgen, van, <laughs> morgen vroeg het bedje in. Um, en jullie allemaal bedankt voor het luisteren en tot volgende week.